Hallo iedereen, mijn naam is Gerard Posma. Het is vandaag donderdag 3 december en je luistert weer naar een nieuwe FC Azië Weekly. En ja, deze FC Azië Weekly is wat later dan normaal. Mijn excuses daarvoor, het is inmiddels december en we gaan een hele drukke periode meemaken met de feestdagen. Dus bij deze weten jullie dan al dat mochten er andere FC Azië weeklies later dan normaal worden upgeload hier op YouTube, dan weten jullie de reden daarvan. Maar we gaan gewoon er niet omheen draaien, we gaan gelijk door met het nieuws van vorige week, want Kawasaki Frontal... ...is landskampioen geworden van de Japanse J-League. Heel erg schokkend. Uh, ik neem jullie even mee naar vorige week. Uh, want Kawasaki Frontal moest op 25 november... ...een wedstrijd spelen tegen Gamba Osaka. En die won Kawasaki Frontal met maar liefst 5-0. Uh, doelpunten van Leandro Damião, uh, Saito... ...en drie doelpunten van Inega... Uh, zorgde dus ervoor dat Kawasaki Frontal met 5-0 wist te winnen van Gamba Osaka. En daarmee is het landskampioenschap een feit voor Kawasaki. Frontal, uh, op de huidige gang uh, van zaken in de stand Kawasaki Frontal, staat 30 gespeelde wedstrijden, uh, 24 gewonnen, 3 gelijk, 3 verloren, 75 punten in totaal. En de concurrent op de nummer 2, wat dus Gamba Osaka was, kan niet meer uh, Kawasaki Frontal inhalen. Dus ja, Kawasaki Frontal is uh, landskampioen geworden. Uh, de zoveelste landskampioenschap voor Kawasaki Frontal in hun geschiedenis. Maar als je kijkt naar de statistieken, naar de wedstrijden... naar uh, de imponerende cijfers van Kawasaki Frontal... dan kan je niks anders zeggen dat dit geheel terecht is... En weet je wat, we nemen jullie dan ook maar gelijk mee naar speelronde 30 van de Japanse J-League. Deze werd afgelopen zaterdag, als ik het goed heb, gespeeld. En dat was dus op nou, zaterdag en zondag. Er waren twee wedstrijden op de zaterdag, 28 november. En er waren uh, vier wedstrijden. Uh, op de zondag 29 november natuurlijk niet alle clubs uh, kwamen in actie in speelronde 30, sommigen hadden al hun speelronde 30 wedstrijd gehad in verband met de Aziatische Champions League maar we nemen jullie gewoon mee naar de uitslagen van de gespeelde wedstrijden van afgelopen weekend dit zijn Sanfreschi Hiroshima tegen Sapporo Consadole Sapporo 2-2 uh, Nagoya Grampus tegen Oita Trinita 0-0 Shimizu S- tegen Shonan Belmare 1-1, Sarese Osaka tegen Yokohama FC 1-0 voor Sarese Osaka, en Gamba Osaka tegen Sagan Tosu 1-1, en dan ook nog Kashima Antlers tegen Urawa Red Diamonds 4-0 voor Kashima Antlers met doelpunten van Everaldo, Leo Silva, en twee doelpunten uh, van Ayase Ueda. En Ayase Ueda is daarom voor mij speler van de week. Want ik neem jullie even mee naar de statistieken van Ayase Ueda voor dit seizoen. Hij heeft voor dit seizoen nog maar een kwart in het basis gespeeld: uh, 34% van de speelminuten. Maar heeft in 24 wedstrijden al 8 doelpunten gemaakt en 1 assist. Uh, Ayase Ueda had een blessure dit seizoen. Uh, ik zal even kijken of ik ook kan vinden wat voor blessure hij had. Want het was een hele erge blessure. En hij was een langere tijd uit de roulatie. Uh, als het goed is, had hij iets met zijn enkel. Ja, hij had een enkel gewricht Daardoor was hij sowieso uh, vijf wedstrijden aan het begin van dit seizoen niet aanwezig. Hij had um, ook nog eens uh, twee wedstrijden gemist aan het begin van het seizoen. Uh, onbekende redenen. En ook nog eens. Uh, een wedstrijd uh, tegen FC Tokyo op 26 augustus 2020 speelde hij ook niet, zat hij ook niet bij de selectie. En daarna ging het langzamerhand beter, uh, meer speelminuten voor Ayase Ueda begon steeds meer fitter te worden. En na nou, de laatste, wat zal het zijn, 10 wedstrijden, begint Ayase Ueda weer te imponeren als de talent die hij ooit was bestempeld. Hij is inmiddels 22 jaar. Uh, is nog dus ook nog speelgerechtig voor Japan onder 23. En we zouden hem dus ook volgend jaar in actie kunnen zien... bij de Olympische Spelen van in Tokio zelf. En dat hoop ik van harte. Want Ayase Ueda is echt een speler, zoals ik al zei... die werd uh, vroeger al bestemd als heel groot talent. Maar mede door blessures is het er nooit echt helemaal uitgekomen... Um, nou, nu, is hij, nu is hij inmiddels al 22. Is dus al voor veel Europese clubs duur in verband met salaris. Want uh, zijn leeft voor zijn leeftijd moeten clubs uh, de volledige salaris betalen. Uh, uh, als een Europese club hem zou willen hebben. Mede door zijn blessures uh, is het risico voor uh, zo'n speler uh, natuurlijk nog groter. Want uh, als een speler eenmaal een historie heeft van blessures en blessuregevoeligheid. dan zullen spelers, uh, clubs minder snel uh, ja, zulke spelers ook halen. omdat ze weten van. De, de, de kans dat uh, geld wordt weggegooid aan zo'n speler... is groter dat we er misschien ooit op kunnen verdienen. Dus ik wil Ayase Ueda voor deze week dus bestempelen als Speler van de Week. Omdat ik nog steeds veel talent zie in deze jongen. Ik denk dat hij, als alles gewoon goed mee zit... hij het ook heel ver kan schoppen als speler. Het uh, is een spits die ook op de flank spelen, op flankpositie kan spelen. Het uh, is ook nog eens een best aardige grote jongen met 1,82 meter. 82. Uh, schijnt volgens Transfermarkt, maar nogmaals... Transfermarkt, je weet nooit of het helemaal 100% klopt... schijnt nog een contract te hebben tot eind januari 2022. Dus wie weet, misschien dat we volgend jaar... hem nog langer even in actie kunnen zien bij Kashima Andlers. En mocht hij de eerste seizoenshelft van het komende seizoen... Opnieuw opvallen en eindelijk zijn talent waarmaken, dan heb ik wel het vertrouwen dat deze speler mogelijk een stap naar Europa zou kunnen maken. Want het talent is er. Alleen ja, de blessuregevoeligheid zou een breedte in de weg kunnen leggen voor de vervolg van de carrière van Ayase. Hoe EDA. En dan gaan we gelijk maar even door naar uh, de komende speelronde van uh, de Japanse J-League. Uh, nogmaals, de Koreaanse competitie is inmiddels voorbij. Uh, de Thaise competitie is een beetje gehusteld vanwege de Aziatische Champions League. Dus veel clubs spelen wel, veel clubs spelen niet. Dus we proberen ons zoveel mogelijk maar te richten op het Japanse voetbal op dit moment. Want daar gaat het nog wel gewoon door, ook al is het kampioenschap uh, beslist. Al gaan we dus langzaam naar het einde van dit seizoen. Maar laat ik jullie maar gewoon gelijk meenemen naar aankomende weekend. Want we hebben vijf wedstrijden op zaterdag 5 december. En we hebben ook nog eens twee wedstrijden op zondag 6 december. De aankomende wedstrijden zijn Shimizu Espos tegen Kawasaki Frontal. Shimitsu Espos dus uh, gaat niet echt lekker bij Shimizu. En Kawasaki Frontal heeft het kampioenschap al gehaald. Dus wie weet. Of deze wedstrijd misschien pluspunten voor Shimizu Epspels kan opleveren. We hebben ook Kashiwa Soul tegen Nayogoya Grampus. Kashiwa Soul natuurlijk met de topscorer van de Japanse competitie, Michael Olunga. We gaan kijken of hij de 30 kan halen aan het einde van dit seizoen. We hebben Konzadol uh, Sapporo tegen Cereso Osaka op zaterdag 5 december. Dan hebben we Yokohama FC tegen Sagan Tosu op zaterdag 5 december. En dan Oita... Trinita tegen Vajelta Sendai. En Shonan Belmare tegen Gamba Osaka. Zijn de wedstrijden op zondag 6 december. Uh, ik zei net al de topscorers, laten we die maar gelijk even meenemen. Ik zei namelijk al dat Michael Olunga op weg is naar de 30 doelpunten. Want hij staat opmiddels op 26 doelpunten in de competitie. Daarna een hele grote stap naar de nummer 2. In de doelpuntenranglijst met 17 doelpunten, namelijk Everaldo van Kashima Antlers. En Leandro Pereira van Sanfrecce Hiroshima staat op de derde plek met 15 doelpunten. Hiermee zijn we dan weer aan het einde gekomen van deze FC Asia Weekly. Nogmaals, uh, vorige week meldde ik al dat ik ga proberen deze FC Azi Weekly's uh, tot de 10 minuten te houden, omdat ik best wel alles in 10 minuten kan Vertellen. Volgende week hopelijk ook weer een FC Asia Weekly en daarna zou het misschien kunnen zijn dat we een korte winterstop gehouden in verband met Kerst en met feestdagen en dan hoop ik dat ik jullie misschien weer in januari zou kunnen ja, verwachten voor een nieuwe FC Asia Weekly. Ik wil jullie alles nog bedanken voor het luisteren en ja we gaan gewoon weer door met FC Asia Weekly en ik hoop dat ik jullie volgende week weer Opnieuw mag begroeten. Dankjewel voor het luisteren. En ik zie jullie weer de volgende keer voor een nieuwe FC Azië Weekly.